We staan nu voor een uh, servicewinkel. Hoe vaak hebben jullie nu service nodig? Nou, dat uh, je zou je verbazen. Er gaan wel eens wat kapot uh, aan borden en uh, glazen. Dus ook dat regelmatig uh, komt dat op de markt. Ja. 10% van de inkopen die de gemeente Arnhem deed, was tot vorig jaar lokaal. Dit percentage is nu gestegen naar 32%. En dat wil zeggen dat wij de lokale ondernemers een kans willen geven. Uh, we hebben ongeveer 150 miljoen aan, aan, aan aanbestedingen, aan producten nodig in onze gemeente. Om lokale ondernemers een kans te geven om daar te kunnen aanbieden, ook te kunnen winnen en te kunnen leveren. En hoe werkt dat met kans? Uh, het klinkt als een loterij? Nee, je moet echt wel je best doen. Je moet met goede kwaliteit komen op producten en diensten. Een goede prijs- en kwaliteitsverhouding. Dus je moet als leverancier wel je best doen. Nou, dat is echt een hele goede ontwikkeling voor ondernemers in Arnhem. Omdat we op die manier ook de kans krijgen om uh, ja, mooie opdrachten bij de gemeente te kunnen vervullen en hun behoeften te kunnen voorzien. En, uh, ja, een ondernemer heeft liever een opdracht van 10.000 euro dan uh, steun van 5.000 euro van, uh, van de gemeente. Waarom zijn jullie hier nu pas mee begonnen? Ja, eigenlijk is het balletje gaan rollen met ondernemerscontact Arnhem. Dat zijn ondernemers uit Arnhem en regio, die hebben gezegd: van ja, kijk nou eens even naar het lokaal inkoopbeleid. En toen ben ik daarop gewezen. En samen met onze ambtenaren en de OK hebben we daar naar gekeken en toen zijn we hiermee begonnen. Dus als we er eerder naar gevraagd hadden, en misschien ook wel zelf ook meer naar gekeken hadden, was het eerder gekund. Maar dankzij de OKA is dit gewoon op deze manier gegaan. Was de gemeente hier anders zelf niet op gekomen? Ja, ik weet het niet. Ik ben wel een wethouder die uit de ondernemerschap komt, dus ik was daar wel heel erg mee bezig. Is het niet meer dan logisch om als gemeente lokaal in te kopen? Ja, dat zou je zeggen. Toen ik begon dacht ik van ja, dat is al ingeregeld uh, toen ik als wethouder economie begon, maar dat was nog niet zo ver. Ze begonnen met uh, 10% lokaal inkopen, uh, toch een beetje een schrijnend uh, percentage misschien? Uh, ja, zo zou je het kunnen zien, maar je zou het ook kunnen zien als dat er dus nog heel veel uh, winst te behalen is. Uh, en dat dat dus uh, nog, uh, nog veel beter kan. En het is goed dat het is geconstateerd dat het beter kan en beter moet. En uh, dat, dat zien we nu dus ook dat het al een stuk beter gaat. Maar we zijn heel blij om te zien uh, als Arnhemse ondernemers van, uh, van OCA dat, dat die lijn naar boven is ingezet en dat er serieus aandacht voor is.